Hey, ik ga deel 2 doen, voor mij deel 2 dan, van de serie Laat Je Horen. En vandaag wil ik met je delen over spijt of kansen en toekomst. En er zijn zoveel mensen die, als je om je heen kijkt, die leven in spijt. En het verstomt onze stem als je leeft in spijt. Je hebt spijt hiervan. Had ik maar zus. Was dat maar anders. Hadden we nou maar... En weet je wat er gebeurt? Jouw stem. Jouw invloed. De boodschap die mensen nodig hebben om te horen. Die begint steeds minder te worden. En daarom willen we kijken. Hoe ga je daarmee om met spijt? Hoe raken we dat kwijt? En wat is Gods antwoord erop? Is dat oké? Iedereen die meekijkt, digitale community, helemaal goed. Er is ook nog een groep motorrijders vandaag vroeg vertrokken. Bikers, CLC-bikers, en die zitten in Leeuwarden helemaal. Als ze er zijn, ik mag hopen, daar zijn ze inmiddels. Daar begint de dienst om 10 uur. Vreselijk vroeg, weet je niet, 10 uur. Jullie zijn de early adapters. De early adapters, jullie zijn die hard. Zomertijd, wintertijd, maakt niet uit. Ik ben er gewoon, 10 uur. Dus iedereen heeft een boodschap, jij en ik, wij hebben een boodschap. En een boodschap die de wereld nodig heeft. Een boodschap van hoop en van richting en van liefde en van redding en van de naam van Jezus. En God wil zo ons helpen dat onze stem, de stem van de kerk en jou en mijn stem, wordt gehoord in de wereld waar we in leven. En er is een vijand en er zijn krachten die proberen je stem te verstommen. Maar wij proberen juist om in de vrijheid van de Heilige Geest, in de liefde voor God en mensen, om onze stem te laten horen. Want we hebben iets te vertellen. Jij hebt een boodschap, jouw leven, jouw verhaal. Vroeger was ik zo. Ik ben zo dankbaar voor jouw getuigenis net. Zo mooi. Na 22 jaar kerk, zonder thuis, zonder geestelijk huis. En God werkte in je leven zo dankbaar dat je dat wilde delen. Nog even ter herinnering, 1 Petrus 3, waar staat... Maar heilig de Christus in uw harten als Heer, altijd bereid om verantwoording af te leggen aan iedereen die rekenschap vraagt van de hoop. Maar doe het met zachtmoedigheid. Doe het met wijsheid. Doe het op een goede manier. De vorige keer dat ik sprak, was over klein denken. Hoe klein denken, ons denken, onze stem en onze invloed en wie we zijn, probeert in te perken. En God gaf een ander denken, doelgericht denken. Ik weet wie ik dien, ik weet in wie ik geloofd heb en ik weet dat ik iets mag betekenen en kan betekenen voor een ander. Mathilde had het over Mephibosheth, een heel mooi verhaal. En dat is zo wonderlijk voor sommige mensen, toen ik haar hoorde, was dat voor mij ook weer... Oh ja, Mephibosheth was kreupel, zoals je het verhaal gehoord hebt. En God herstelde hem. Hij mocht zitten aan de tafel van de koning. Maar God genas niet zijn kreupelheid. En misschien herken je dat wel. Sommige dingen geneest de Heer. Hij verhoogt je. Hij heeft je vergeven en nieuw leven gegeven. Maar niet alles wordt in dit leven door God genezen. We geloven altijd voor genezing. We bidden voor zieken. Maar bij Mephibosheth, de Heer deed een groot wonder. Herstelde hem. Maar hij bleef kreupel de rest van zijn leven. En dat geeft een plek aan wat God doet en wat God nog niet doet, waar je nog hem voor gelooft. Dus vandaag zijn mensen die leven een leven vol met spijt. Of je denkt richting de toekomst. Je denkt in kansen en mogelijkheden. We gaan kijken naar een voorbeeld. Een aantal voorbeelden. Hier zo is in 1 Timotheus 6. En ik lees hem even in de Nieuwe Bijbelvertaling. Daar spreekt het over spijt. Mensen die dingen doen en daarna spijt daarvan krijgen. Voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets in deze wereld meegebracht, kunnen er ook niks uit meenemen naar de hemel toe. Hè? Wij hebben voedsel, kleren, laten we daarmee tevreden zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder toe gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. En daardoor zich daaraan over te geven, aan die geldzucht dus, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zichzelf veel leed berokkend. De Bijbel waarschuwt over hoe je goed moet omgaan met geld. En dat is een principe en een verhaal op zich natuurlijk. De Heer zegt, als ik je meer toevertrouw, een betere baan, meer inkomen, zorg ervoor dat je mij ermee blijft dienen. Sommige mensen gaan zo achter het geld aan of achter de carrière aan, dat ze het geloof eigenlijk daardoor loslaten. En het gevolg is dat ze zichzelf veel leed hebben berokkend. Nou, in het Engels staat daar, in de Message, they live to
to regret it bitterly ever after. Zijn leven daarna om spijt, regret, spijt, bittere spijt te hebben. Aan het eind van hun leven, dat ze terugkijken en zeggen, ik ben achter het geld aangegaan, achter de carrière, steeds meer. En dan kijk ik terug op mijn leven, ik heb spijt, zo'n bittere spijt. Met vele smarten doorboord. Sommige mensen hebben zich, er staat in de NBG, mensen hebben zich met vele smarten doorboord. Dus de Heer zegt, ga wijs om met dingen zoals in dit voorbeeld met je financiën. Zodat je niet later spijt krijgt en een diep, diep pijn van spijt. Liefde voor geld, sommigen daardoor laten het geloof los, helaas. En in Spreuken 10 staat het precies andersom. Alleen de zegen van de Heer maakt rijk en zwoegen voegt er niks aan toe. Ook daar staat in het Engels bij zwoegen, he adds no sorrow to it, he adds no regret to it. Het Engelse spijt. De zegen van de Heer maakt rijk en hij voegt daar geen spijt aan toe. Dat is Gods plan. Hij wil je helpen en leren hoe dat werkt. Weet je, er is een wereld van wat had gekund. Als ik alleen maar niet dat had gedaan. Als ik nou maar wel dat. Als ik nou meer had geïnvesteerd. Meer tijd voor mijn kinderen had genomen. Noem maar op. Er is een heel rijtje. Als ik nou niet zo boos op mijn man was geworden. Of op mijn vrouw. Als ik nou mijn vader over Jezus had verteld. Toen hij nog leefde. Weet je, er is altijd wel een rij die je kan noemen waar je spijt van hebt. En keuzes maken, we willen helpen elkaar een keuze te maken om niet te dwalen, rond te dwalen in de wereld van spijt. In mijn opleiding als voorganger zei toen Henk Rothuizen, die de leider was toen van Rafael en Foursquare International Church, waar Mathilde en ik onze opleiding hebben gehad. En hij zei, je hebt nooit vergeten, je hoop ligt niet in het verleden. Je hoop ligt niet in het verleden. Je kan het verleden niet meer veranderen. Het is gebeurd. Je hoop ligt in de toekomst. In vandaag en morgen en je toekomst samen met Jezus. En het is zo belangrijk om dat voor jezelf vast te stellen. Anders kan je in een wereld rond blijven dolen. Het gaat nergens heen. Spijt gaat nergens heen. Je kan wel zeggen, we leren... Of we hebben succes. Je kan zeggen, ik kan leren van dingen. Dat is oké, dat moet je zeker doen. Als je fouten hebt gemaakt, dingen nu anders zou doen, leer daarvan. Maar ronddolen in die wereld van spijt. Oh, had ik nou maar. Er zit niks positiefs in spijt. Het is een wereld van emoties waar geen eind aan komt. En we gaan kijken hoe je daaruit kan komen. 5 punten vandaag, is dat oké? 16 minuten, 5 punten. 3, even meetellen met mij. Oké, hey, de wereld. Spijt is een wereld van arme keuzes en verloren mogelijkheden. Daar zit je dan in te denken. Arme keuzes, verloren mogelijkheden. Maar ga kijken hoe het anders had gekund. Betere manier is, bekijk het proactief. En daar bedoel ik mee, geloof je leven in wijsheid. Oké, vanaf vandaag. Wil ik wandelen in de wijsheid van de Heer? Wil ik wandelen in Gods principes? Wil ik wandelen in de dingen die ik geleerd heb? En weet je, als je je leven bouwen bent. Jullie hadden een geweldige avond vrijdag met de City Point. Over de 100 mensen daar, wel gaaf, jonge gasten. En je staat in een seizoen van heel veel keuzes in richting. Opleiding en partnerkeus en kerkkeus en alles. En maak goede keuzes. Doe het met wijsheid. Doe het samen met Jezus. Zeg, Heer, u centraal. U centraal. Mijn leven bouw ik om u heen. De waardes, mijn why, mijn waarom. Ik heb het ook verteld, of niet, weet ik eigenlijk niet op zondag. Ik vond het zo inspirerend dat Joyce Wilkerson zei, mijn why is Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En ze zei, de hemel heeft het beste gegeven voor de redding van mijn ziel. De hemel heeft het beste gegeven voor de redding van mijn ziel. En nu wil ik het beste geven voor Gods reddingsplan. Voor deze wereld waar ik deel van ben. Als je zegt, turn up the volume. Hier vind ik een turn up the volume ding. Ik vond hem zo mooi. Ik dacht, ja, zo kernachtig.
Zo kernachtig. Als je staat op, die, op allerlei, een groot kruispunt met allerlei wegen. Het meest interessante kruispunt misschien in Den Haag, weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval één waar geloof ik 7 wegen bij elkaar komen, is bij collega Maasbach. En dan sta je daar soms 7 minuten voor een stoplicht. En ze komen overal vandaan en gaan overal naartoe. En natuurlijk gaan er al tingelend een heleboel trams nog tussendoor en gaan altijd voor. En dan eindelijk, je hebt natuurlijk gebeden voor Maasbach, je hebt toch niks te doen. Je hebt 7 minuten voor een stoplicht. De Heer zegen die kerk, collega's van ons. En dan zijn al die wegen. Maar zo kan je misschien voelen. Als je daar in je jonge tijd nog zit, wat, welke kant, hoe? En God wil je helpen. Wijsheid, goede keuzes, die gaan je helpen, die gaan je redden. De mogelijkheden die God je geeft, goed gebruiken. Wijsheid vult je mond, er staat in Spreuken veel over wijsheid. Wijsheid roept op de straten, kom naar mij, luister naar mij en ik zal je leven geven en behoeden voor de verkeerde dingen. Wijsheid. En wijsheid haal je uit Gods woord en haal je uit gesprekken en optrekken met goede mensen. Die verder zijn dan jij. Die leven voor Jezus. Wat jij wil, dat doen zij. Jij bent een inspiratie voor me. Ik heb een paar inspiraties nodig. Voorbeelden. Die kant wil ik op. En zo wil God je helpen. Spreuken 2 vers 10. Want de wijsheid zal in uw hart komen. En de kennis zal voor uw ziel liefelijk zijn. Dus goed voor je ziel. Bepaalde keuzes te maken. Bepaalde opties gelden niet voor mij, omdat ik Jezus volg, omdat ik hem dien, omdat ik iets wil betekenen met mijn leven. En daarop gebaseerd, de wijsheid, maar zorg ervoor dat je goede keuzes. En weet je, als wijsheid groeit in je, en de Heilige Geest is de geest van wijsheid en van openbaring. De Heilige Geest is niet per se de geest van schudden en vallen. Dat mag thuis, maar grapje. Maar de geest van wijsheid en van openbaring. Zo wordt de Heilige Geest ook genoemd. Hij wil je wijsheid geven. Hij wil je laten zien hoe God het heeft bedoeld. En dat geeft je een stem. Dat geeft je een stem. Op je werk, op de universiteit, op je sportvereniging. Het geeft jou, als we praten over turn up the volume, laat je horen. Het geeft je een stem. Mensen merken, je hebt nagedacht. Je weet waar je het over hebt. Ik ben misschien niet alles mee eens met je, maar ik zie in ieder geval, in een wereld waar zoveel mensen maar wat doen en geen idee hebben van begin en eind, en we zien wel en net wat ik voel, en is er iemand die staat op en die zegt, ik heb nagedacht. Ik heb een koers voor mijn leven. Ik heb een doel, ik heb een richting. Ik denk doelgericht. En God geeft me wijsheid. En anderen zeggen, oh, dat is interessant. Laat je horen. En dan kan je zeggen, ik ben het misschien niet alles met me eens, maar in ieder geval weet ik waar ik naartoe wil, weet ik waar ik naartoe ga. Enzovoort. Nummer 2, spijt speelt met je gedachten en kwelt je ziel. Heb je dat ontdekt? Het speelt met je gedachten, gaat maar door, totdat er een einde aan die spijt komt. Gaat het maar door en het kwelt je ziel met vele smarten doorboord, hebben we net gelezen als een voorbeeld. In Webster's Dictionary, daar staat het zo, spijt, regret, pain of mind, with something done or experienced in the past, with the wish it had been different. Pain of mind. Spijt doet pijn. En als je het niet stopt, dan blijft die pijn maar doorgaan. Ik ben soms verbaasd over bepaalde dingen. Ik denk, en dan zit ik terug te tellen. Ik denk, dit is gewoon 3,5 jaar geleden. Erald, get on your feet and move on, please. In goed Nederlands. Kijk, heb je dat wel eens na zitten denken? Oh, dat had nog maar. En dan ga je na terugtellen. Ik heb het over jaren geleden. Er is niks meer aan te doen. Mijn hoop ligt niet in het verleden. Mijn hoop ligt in de toekomst. Het verstompt je stem. Je gedachten zitten vol. Je emoties zijn doorboord. En dat is precies wat de vijand wil. Dat is precies wat de vijand wil. Het is niet de state of mind. Niet de manier waarop Jezus wil dat we leven. En weet je, er is geen helder geluid meer. Er is twijfel. En spijt brengt altijd, er komt die schuld. Want spijt is een soort on-ramp, hoe zeg je dat? Een soort entree voor schuld. Als je spijt hebt van dingen die je niet meer kan veranderen, is de volgende emotie schuld. En schuld duwt je altijd naar beneden. Daarom is Jezus gekomen om ons onze zonden te vergeven, van onze schulden te bevrijden en te zeggen,
Hey, misschien heb je dingen fout gedaan. Laat ik het zo. Ik ken niet iedereen persoonlijk, maar ik weet dat je een paar stomme dingen hebt gedaan. Ik snap best dat je daar spijt van hebt. Dat heb ik ook. Hallo. Iemand menselijk hier gewoon? Zijn dit allemaal engeltjes waar ik naar zit te kijken? Maar dan nog, hey, dit is mensheid. Dit is de gevallen mensheid. Daarom hebben we Jezus nodig. En hoe bevrijdend is het om aan zijn voeten af te gaan ronden waar je allemaal zo spijt van hebt. Wat je niet meer kan veranderen. En zeg, Heer, vergeef me. Ik heb een paar stomme dingen gedaan. Een paar dingen die ik nu heel anders zou doen. Maar vergeef me, ik ontvang uw vergeving en ik wil door met dit leven in uw wijsheid, in uw leiding en op de manier dat en in uw nieuwe vrijheid. Mensen op middelbare leeftijd, Harry niet hoor, die is net 35 geworden, maar middelbare leeftijd. Ken je mannen? We zitten vol met spijt en gaan ze allemaal gekke dingen doen. Sportauto's kopen die ze niet kunnen betalen enzovoort. Nou, niemand lacht. Oké. Die hebben we hier natuurlijk ook niet die dat doen. Maar dan gaat er zoiets. Dan komt er. Als ik nou nu niet nog iets leuks ga doen met mijn leven, dan is er helemaal misère straks in het bejaardenhuis. Dus laat ik nog even iets geks doen. Het is allemaal gebaseerd op een soort spijt. En de Heer zegt: nee, ik heb nog steeds een hoopvolle toekomst voor je. En dat is niet per se met een sportwagen. Misschien, ik gun het je. Laat mij een keertje rijden als de Heer jou een sportwagen geeft. Mag ik dan? Maar. Toen ik 40 werd, heeft deze kerk, deze lieve mannen, hebben een collecte gedaan, geld ingezameld en mocht ik een Ferrari huren. Goed, hè? Ferrari huren. Daarna werd het stil, maar toen, daar heb ik van genoten in ieder geval. Maak vrede met God en ga weer verder. Ken je het verhaal van David en Absalom? Ik heb erover gesproken niet zo lang geleden. Absalom anders, een soort variant op die andere anders. En David liep maar in zijn paleis. Oh, Absalom, mijn zoon. Oh, Absalom was gestorven. Oh, Absalom. Hij liep maar heen en weer te beweren, staat er in de Bijbel. En toen zeiden ze tegen David, hallo, je bent koning. Er is een heel volk wat op je wacht. Er zijn heel veel mensen die hebben zich ingezet om jou te helpen. En als je nou niet gewoon op je voeten gaat staan en laat je horen, David. Mensen hebben je bemoediging nodig, je leiderschap. Oh ja. Hij zat in spijt en dat liet hem maar niet los. Hij moest weer terug op zijn voeten gaan staan. Nummer 3, spijt vergeet de kracht van bekering en van Gods beloftes. 2 Korinthe 7 vers 10. En daar staat, want verdriet geleden, zoals God bedoelt, leidt tot een heilvolle ommekeer. Dat kan. Er is een verdriet van God. Maar dat leidt tot ommekeer. Waarvan men geen spijt krijgt. Maar verdriet, zoals de wereld kent, leidt tot volle dood. Dit is uit de Groot Nieuwsbijbel. Er is een verdriet, een spijt, een regret waar mensen maar in het rond blijven dolen. En dat brengt de dood voort. Dat geeft geen leven. Het is alleen maar moeilijk en oh. Er is een vorm van spijt, verdriet, die tot ommekeer leidt. Leer je les. Ik heb niet gefaald, maar ik heb geleerd, zeg je dan tegen jezelf. En dan is er een ommekeer, de volgende keer ga ik dat beter doen, de volgende keer ga ik het anders doen. Dank u wel, Heer, dat ik nog leef. Er is nog iets wat ik kan verbeteren. En dat leidt tot ommekeer en dat geeft leven. Het brengt je dichter bij God, het brengt je dichter in de wegen zoals God het heeft bedoeld. Ja toch? Dat leidt tot redding. Dus het betekent reken af met je zonde. Het betekent dat je de manier waarop je de gemiste kansen en je fouten behandelt, je bekering gaat je vrijmaken. Dus het is niet ontkennen. Van je spijt afkomen is niet net doen of het er niet is. Dat werkt niet, want je weet dat het wel is gebeurd. Het is onder ogen zien en dan zeggen, Heer, vergeef me, ik bekeer me hiervan. Ik zou het nu anders doen enzovoort. Ik wil mijn les leren en ik wil u volgen. En dan komt er een ommekeer en dat geeft leven. En dat brengt je dichter bij Jezus. Bekering is het antwoord. Niet spijt. Waar je jezelf mee slaat. Het kan zo op je inhameren. Zo ronddolen in die wereld. En God wil niet. Daar is geen hoop. Daar is duisternis. En God wil dat je eruit komt. En wil je erbij helpen. Spijt nummer 4. Houd je vast aan het verleden en kijk steeds terug. We hebben het al een paar keer genoemd. Het houdt je vast aan het verleden. Het zet je stil. Daarom als mensen veel spijt hebben, is je stem zo vertroebeld.
Want in je gedachten zit je in het verleden en je kijkt steeds terug. Sommige mensen, en ik snap dat, kunnen misschien denken, ja, wie ben ik om iets te zeggen? Als je weet wat ik heb gedaan in mijn leven, als je weet de fouten die ik heb gemaakt, hoe bedoel je dat ik een getuigenis heb? Hoe bedoel je dat ik iets kan, laat je horen? Nou, waarover wil je dat ik het heb? De vrijmoedigheid. De vrijmoedigheid wordt aangetast door spijt. Daarom is het zo belangrijk om daarmee af te rekenen, goed mee om te gaan, te weten hoe je daarmee omgaat. Je kan niet bouwen op spijt. Heb je dat al ontdekt? Er is niks te bouwen op spijt. Het is alleen maar een soort drijfzand waar je ronddwaalt. De Heer wil dat je je leven met hem bouwt. En zelfs, weet je, als je spijt hebt van dingen, of beter gezegd, als je nu dingen anders zou doen dan toen, dan kan je met die wijsheid die je nu hebt andere mensen helpen. Andere mensen, niet belerend, maar inspirerend. Dus laat me je helpen om een paar valkuilen te zien van tevoren. Ik kan je daarbij helpen. Ik ben erin getrapt en ik ben er weer uit. Maar weet je, sommige dingen kunnen echt anders. Ik kan je helpen. Een les die ik geleerd heb. En spijt houdt je tegen om dat te doen. Het haakt steeds weer naar je verleden. Het berooft je van je doel. Maar de Bijbel zegt, vergeet wat achter je ligt. Vergeet wat achter je ligt. Lees maar even mee in Filippenzen 3 vers 12. Dat kennen we vast wel. Niet dat ik het al verkregen heb of volmaakt zou zijn. Maar ik jaag ernaar dat ik het ook grijpen mocht. In het Engels staat daar, I press on. Ik ga door naar mijn toekomst. Samen met God. Omdat ik ook door Jezus Christus gegrepen ben. Hij heeft mijn hart gepakt. Met zijn liefde, met genade, met vrijheid, toekomst, al die dingen die hij me geeft. En daarom wil ik me uitstrekken naar alles wat God nog heeft voor me. En dan staat er vers 14, één ding doe ik, één ding is heel belangrijk. En dat is, ik vergeet wat achter mij ligt. Soms moet je het tegen jezelf zeggen, vergeet dat nou, sluit het af, bid vergeving, ontvang vergeving. Ik vergeet wat achter mij ligt, maar ik... Hoe staat het ook weer? Maar uitstrekkende naar wat voor me ligt. Jaag ik naar het doel om de prijs van de roeping. Daarom de vorige keer sprak ik over doelgericht denken als antwoord op klein denken. Als je worstelt met spijt, en ik zou bijna zeggen wie niet bij tijd te wijlen. Wacht, hoe ga ik hiermee om? Ik ga mijn les leren. Ik dank de Heer voor vergeving. Ik ontvang zijn vergeving. En ik vergeet wat achter me ligt. En ik jaag naar Gods doel wat voor me ligt, omdat Jezus mijn hart heeft gevuld met zijn liefde. Dat is het antwoord op spijt. En soms is het misschien een proces. Soms moet je het een paar keer tegen jezelf zeggen. En het gaat steeds beter. En mensen leven in, als er verslagenheid is, als er zorg is, als er depressiviteit is, vanwege spijt. Het is een soort alsof je auto wil rijden, maar je kijkt steeds in de achteruitkijkspiegel. Moet je af en toe doen. Maar niet de hele tijd. Je voorruit is heel groot en je achteruitkijkspiegel is heel klein. Dat heeft een reden. Dames en heren, alstublieft, rijdt u vooruit, kijkende door de grote ruit. Naar voren, niet naar achteren. Als iemand steeds in spijt zit, dan is het alsof je een auto wil rijden, terwijl je constant in je achteruitkijkspiegel... Gaat nergens heen, gaat ongelukken maken. Gaat nergens heen. Het stopt je momentum. Het pint je vast op je verleden. En het steelt je toekomst. En nummer 5, spijt vergeet dat God in en, dat zijn twee woorden, staat hier fout inderdaad, een typfoutje van mij. Ik heb spijt dat ik dat zo getypt heb. Maar ik ontvang jullie vergeving, dat geeft genezing, dat is wel fijn. Begrip. Je begrijpt wat ik bedoel te zeggen. Spijt vergeet dat God in en voor je werkt. Want dan draait je ogen af naar vroeger enzovoort. En het vergeet dat God nog steeds in je aan het werk is. Hij houdt van je. Hij werkt in je. En hij werkt voor je. Romeinen 8 vers 28, je kent die tekst vast wel als je wat langer met de Heer wandelt. En dan staat, wij weten, ik hoop dat je het weet, ik moet het steeds tegen mezelf zeggen. Daarom moet ik dit regelmatig lezen. Dus Paulus zegt, doodleuk, dat weet je. Nou ja, goed dat je me even herinnert. We weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Ook de dingen waar ik spijt van heb. Ja, als je les leert en naar de Heer toe
die dat heil ontvangt, dat God daar doorheen kan geven. Alle dingen doen meewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Ik weet niet of je het opvalt, in al die teksten gaat het altijd over toekomst en doel. Je komt er nooit uit, maar al die dingen waar we het over gaan hebben komende weken, kom je nooit uit als je niet een doel en een toekomst hebt vastgesteld met Jezus. Anders blijf je ronddolen. De ene keer is het klein denken, de andere keer is het spijt, de volgende keer weer wat anders. En eigenlijk is altijd de uitweg op Jezus richten, kijken naar Hem, je doel vaststellen, ik wil voor Hem leven, ik wil Hem dienen, ik wil iets betekenen voor Hem en voor mensen. We weten dat God alles laat meewerken ten goede voor degene die Hem lief hebben en die volgens zijn voornemen geroepen zijn. We zijn allemaal geroepen, maar die roeping van de Heer beginnen te ontvangen en daarvoor beginnen te leven. Weet je, vergeet het. Niet steeds weer er doorheen gaan. Niet steeds weer bij stilstaan. Draaien, bekeer. Bekeer betekent omdraaien. 180 graden metamorfose. 180 graden de andere kant op. Nu ga je voor de Heer leven met Hem. En zo wordt je leven vernieuwd. En zo win je weer terug wat de vijand probeert vast te pakken bij je. Hebreeën 10 vers 35, laatste tekst. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs die een ruime vergelding heeft te verwachten. In de NIV staat: don't throw away your confidence. You will be richly rewarded. Laat je horen. De wereld heeft jouw stem nodig. De kerk heeft jouw stem nodig. De goede stem. De stem van de Heer. Dat wat God in je leven doet. Geef je vrijmoedigheid niet prijs. Spijt probeert vrijmoedigheid. Het kavelt je vrijmoedigheid af. Je hebt van zoveel dingen spijt. Ja, wie ben ik? De Heer zegt, geef je vrijmoedigheid niet prijs. Het zal je rijkelijk belonen. En daarom ga een moment bidden, een moment even zingen. Ik wil het worship team vragen naar voren te komen. En even een moment waar we gaan de Heer aanbidden. En daarna ga ik een gebed doen. Maar laten we gaan staan. En ik wil je echt vragen om even na te denken bewust. Laat de Heilige Geest werken. Laat de Heilige Geest werken. En God wil misschien tegen je zeggen, mijn zoon, mijn dochter, geef dat nou maar aan mij. Geef dat nou maar aan mij. Dat doen we toch niks meer aan. Dat is niet meer te veranderen. Leer je les en hef je hoofd omhoog. Ontvang vergeving. Ontvang vrijheid. Van de dingen waar je spijt van hebt. Om de Heer te dienen met vreugde.